Iedereen weet het ondertussen, we beleven echt een enorme energiecrisis. Bij testaankoop krijgen we dagelijks heel wat vragen, opmerkingen, bekommernissen, problemen van mensen die gewoon hun facturen niet meer kunnen betalen. En een tijdje geleden hebben we ook een oproep gedaan naar jullie om massaal jullie voorschotfacturen die de leveranciers sturen met ons te delen. Ongeveer 1000 consumenten zijn daarop ingegaan en ik heb de voorbeelden hier bij mij. Sommige voorschotten zijn meer dan verdubbeld, van 200 naar 499 euro, van 190 naar 486 euro, van 281 naar 563 euro, van 85 naar 225. Het is echt enorm. En andere zijn maal 4 gegaan. Ik heb hier eentje van 295 naar 1060 euro. Andere weer maal 5, van 295 naar 1100 euro. Of maal 6 zelfs, van 100 naar 690 euro. Dat is zelfs bijna maal 7. Evenveel als een maand huur en totaal onbetaalbaar. Wij vrezen dat de maatregelen die de regering heeft afgekondigd geen oplossing bieden op de lange termijn, niet structureel genoeg zijn. Daar moet dringend verandering in komen. En ondertussen vragen we aan iedereen om massaal die voorschotfacturen met ons te blijven delen.